Vandaag een antwoord op de vraag van Francine. Al jarenlang laat Francine elk jaar haar bloedwaardes meten. En tot nu toe, elk jaar bleek uit haar bloeduitslag dat ze een verhoogd bloedlipidengehalte bezit. Dat ze te veel vetten, triglyceride, aanwezig heeft in haar bloedbaan. Nu heeft Francine ook al jarenlang overgewicht. Dus haar huisarts zag een verband en die raadde Francine aan om haar overtollige kilo's te verliezen. Francine is inmiddels heel wat kilo's kwijtgeraakt en daarmee heeft ze een gezond gewicht bereikt. En natuurlijk is ze gewoon doorgegaan met die jaarlijkse controle bij haar huisarts, haar bloedwaardes te testen. En ze had verwacht, nu ze eenmaal weer een gezond gewicht had bereikt, dus heel wat overtollige kilo's had verloren, dat dan ook haar bloedlipidengehalte, haar hoge bloedlipidengehalte, het hoge vetgehalte, triglyceridegehalte in haar bloedbaan zou zijn gedaald. Want ja... er heeft, als het goed is, een hoog verbruik van vetten in haar weefsels en cellen plaatsgevonden. Dus, en haar eetpatroon is heel wat minder brandstoffen waarom de vetten gaan bevatten. Dus ja, dan waar zou nu dan nog dat hoge vetgehalte in haar bloed vandaan moeten komen? Dus ze ging er zomaar vanuit dat dat bloedlipidegehalte, wat al die jaren verhoogd was gebleken toen ze overgewicht had, dat dat nu mooi zou zijn gedaald binnen de normen, omdat ze haar overtollige kilo's was verloren. Maar nee, haar bloedlipidegehalte, het triglyceridegehalte, vetgehalte in haar bloed, bleek bij de laatste meting, toen ze dus al die kilo's had verloren en haar eetpatroon had aangepast een hele tijd en een gezond gewicht had bereikt, nog steeds verhoogd. Nou, hier begrijpt Francine helemaal niks van. Dus de vraag van Francine is, hoe kan dit? Nou, Francine, jouw lijf kan zelf bepaalde stoffen vormen. Deze stoffen worden niet-essentiële voedingsstoffen genoemd. Welke voedingsstoffen vallen onder andere onder deze niet-essentiële stoffen? De stoffen die jouw lichaam zelf kan vormen. Glucose is een van de niet-essentiële stoffen. Wat maakt dat ondanks bijvoorbeeld een vermindering van glucose in jouw voeding, toch een verhoogde bloedsuikerspiegel kan hebben wanneer jouw lever overmatig veel gestimuleerd wordt om glucose zelf te vormen, middels een proces genaamd gluconeogenese. Welke stoffen kan jouw lichaam nog meer zelf vormen? Zijn dus niet-essentiële stoffen? Vetten, ofwel triglyceriden. Je weet wel, die moleculen van het gehalte te vaak te hoog is gebleken in de afgelopen jaren toen jij overgewicht had. Wanneer jij nu met jouw verloren kilo's zonder overgewicht en een heel wat aangepast eetpatroon met een heel laag vetgehalte alsnog een hoog bloedlipiden triglyceride gehalte in jouw bloed hebt, dan doet dit vermoeden dat jouw lever overmatig veel gestimuleerd is geweest om het proces lipogenese. Dat is dus ook een proces. De nieuwvorming van vetten is dat door jouw lever. Een gluconeogenese is de nieuwvorming van glucose door jouw lever. En als jouw lever maar overmatig veel gestimuleerd wordt om dit proces uit te voeren, ja, na vorming van die lipiden, kan jij zomaar een hoog bloedlipidegehalte krijgen en behouden? Wanneer die lipiden, die triglyceriden, die vervoerd worden in transporterende partikels, wanneer die niet goed opgenomen worden in jouw weefsels? En wanneer wordt jouw lever gestimuleerd overmatig veel om lipiden te vormen, triglyceriden te vormen? Ja, dat is dus ook op het moment dat
De weefsels en cellen in jouw lijf die voortdurend beschadigd raken en hun celorganellen en celmembranen moeten herstellen, waar lipiden, triglyceriden voor nodig zijn, want al jouw celorganellen hebben membranen, en jouw cellen zelf ook, hebben membranen bestaand uit fosfolipiden. Nou ja, die membranen raken regelmatig alleen al door contact met afvalstoffen, afvalstoffen die uit de processen in jouw weefsels voortkomen. Die lipiden, die raken regelmatig, vooral de kwetsbare varianten, beschadigd en moet hersteld kunnen worden. Maar daarvoor moet dus eerst in jouw weefsels en cellen moeten nieuwe triglyceriden, lipiden en ook cholesterol opgenomen worden om die beschadigde organellen en ook jouw celmembranen te kunnen herstellen. Maar ja, op het moment dat die opname in jouw weefsels en cellen niet goed verloopt, maar er wel schade is heeft plaatsgevonden en jouw cellen ja, die schade moeten en willen herstellen, want anders kunnen processen in die cellen en weefsels niet uitgevoerd worden, ja, dan wordt jouw lever dus gestimuleerd onder invloed van insuline, welke dan in verhoogde mate afgegeven wordt. Want ja, waarom is dat? Als jouw celmembranen niet echt in goede conditie verkeren, dan kan onder invloed van insuline, kan glucose ook niet opgenomen worden goed in jouw weefsels en cellen, in jouw insulineafhankelijke weefsels en de cellen al daar. Ja, en dan zou dus jouw bloedsuikerspiegel niet goed dalen en wordt jouw alvleesklier steeds maar gestimuleerd om meer en meer en meer insuline af te geven. Ja, dat houdt een keertje op, want die alvleesklier kan uitgeput raken, maar een zekere periode lang zal die in verhoogde mate insuline afgeven. Nou, insuline is dus het hormoon welke jouw lever stimuleert lipogenese, de nieuwvorming van vetten, triglyceriden, uit te voeren. En wanneer het dus zo is dat jouw lever onder invloed van insuline overmatig gestimuleerd wordt om lipogenese uit te voeren, maar vervolgens kunnen die lipiden die dan in jouw bloedbaan gebracht worden in partikels die dat helpen transporteren, kunnen die partikels niet goed opgenomen worden in jouw weefsels en cellen, ja, dan zullen ze een verhoogd bloedlipidegehalte, triglyceridegehalte veroorzaken, of in ieder geval kan dat lipidegehalte niet dalen. Dit is iets wat alsnog aan de orde kan zijn wanneer jij bent afgevallen, wanneer je kilo's gewicht hebt verloren, want het is nogal afhankelijk van de samenstelling van jouw eetpatroon of schade in jouw lijf hersteld kan worden in een tijd van gewichtsverlies. Of de insulinegevoeligheid in jouw lijf wel verhoogd wordt ten tijde van je gewichtsverlies. Wanneer jij namelijk gewicht verliest onder invloed van stresshormonen, dan zou jouw lijf in de tussentijd van gewichtsverlies eigenlijk enkel alleen meer beschadigd raken. Ja, en zal de insulineresistentie in jouw lijf enkel hoger worden of in ieder geval niet verminderen. Met dus een hoge vorming van vetten die maar niet aan kunnen komen in jouw beschadigde weefsels en cellen door jouw lever. En op die manier kan het dus zo zijn dat ondanks vele kilo's gewichtsverlies jouw bloedlipidengehalte nog steeds verhoogd is.